Goedenavond. Minister Henk Kamp gaat toch kijken naar alternatieve routes voor de hoogspanningsleiding door West-Brabant. Dat zei hij vanmiddag tijdens een bezoek aan Oosterhout. Kamp is er nog steeds van overtuigd dat de zuidelijke route die via Oosterhout en Breda naar Tilburg loopt het best is. Maar als er serieuze alternatieven zijn, dan wil hij daar goed naar kijken. Bewoners van Breda, Oosterhout en Haldenberg hebben grote bezwaren tegen de komst van de hoogspanningsmasten boven hun huizen. Ze krijgen nu van de minister tot half maart de tijd om alternatieve trajecten aan te dragen. En ik denk dat ik daar rond de zomer dan een conclusie kan trekken of een van die alternatieven, of misschien meerdere, of die nog diepgaand onderzocht moeten worden. Als dat het geval is, zal ik dat in het tweede halfjaar gaan doen. En dan zal ik vervolgens in het vroege voorjaar van 2016 een keus maken tussen wat er dan op tafel ligt. In Oosterhout verslaggever Jan Walen. Ja Jan, het lijkt goed nieuws hè, voor de regio. Ja, dat lijkt het, want minister Kamp wil luisteren. Maar hij voegt er wel onmiddellijk aan toe dat dat tracé wat hij zelf had uitgekozen, dat tracé dat vlak langs Oosterhout en Breda loopt, dat daar eigenlijk helemaal niks mis mee is. Het is zo dat wij doorgaan met het zuidelijke tracé waar wij voor gekozen hebben en wat nu verder uitgewerkt wordt. Dat gaat dus verder uitgewerkt worden, omdat ik denk dat dat het beste alternatief is. Maar we zullen afwachten wat er uitkomt en dat zullen we serieus bekijken. U kunt zich eigenlijk niet voorstellen dat er een beter alternatief is. Ik sta daarvoor open. Ik heb niet iets waar ik naartoe praat of waar ik naartoe werk. Ik heb de overtuiging dat wat we nu doen dat het beste is, maar ik luister naar anderen. Ja, Jan, hoe gaat het nu verder? Nou ja, de regio, en dat wil zeggen alle gemeenten, de provincie ook die zich daarbij heeft aangesloten, en al die bewoners en actiegroepen, die moeten nu als de wiede weerga met een beter alternatief komen. Een beter tracé komen. En dat moet echt snel, want minister Kamp houdt er wel druk op. De minister zegt dat we daar 6 weken voor hebben. En dat is niet veel. 6 weken, ja, dat is kort, maar niet onoverkomelijk. Je bent met heel veel gemeenten en welk tracé je ook kiest, er zullen altijd gemeenten niet blij zijn. Ja, nou, dat is zeker zo. Natuurlijk, kijk, voor de ene gemeente het positief uitvalt, zal het voor de andere negatief uitvallen. Maar dat weten we en dat weten ook de bestuurders van die desbetreffende gemeentes. En dat is van tevoren over op die manier ook gecommuniceerd. Ja, het is niet anders. Maar komt u dan toch met een eensluidend alternatief, denk je? Daar gaan we vanuit. Maar ja, of dat gaat lukken, dat is de vraag. En dat zal duidelijk moeten worden op 15 maart. En ergens in de zomer zal dan duidelijk worden of dat een eventueel alternatief tracé door minister Kamp serieus wordt genomen.